Mooi Salon in Oostburg is een schoonheidssalon die meerdere specialisaties te bieden heeft. Ik heb een afspraak gemaakt met eigenaresse Lonneke, dus ik ga gauw even naar binnen. Lonneke, volgens mij ben je gespecialiseerd in een hele hoop. Ja, een heleboel specialisaties heb ik. Ja, ik kan gewoon niet kiezen, ik wil gewoon graag alles kunnen. En kan je een paar opnoemen dan? Bindweefselmassage, microdermabrasie, permanente make-up, vlekjes en plekjes weghalen. Dat wil ik jullie vandaag even laten zien. Ja. En ja, acne natuurlijk, van alles. Want huidproblemen, dat vind je eigenlijk wel, ja... Vind ik het leukste wat er is. Het leukste wat er is. En vooral als het dan door mij, een vlekje, een acne, dat het allemaal weer verdwenen is. Dat mensen weer gelukkig zijn met hun huid. En dat zijn verschillende manieren waarop jij dat kan doen, om die vlekjes en plekjes te verwijderen? Ja, ik kan bijvoorbeeld een ouderdomsfratje, die kan ik bijvoorbeeld weghalen met een zapper. Ja. Dat is een apparaatje die brandt het vlekje weg. De kans daarop is wel een heel klein littekentje. Ja. Als iemand bijvoorbeeld een ouderdomsvlekje heeft, door de zon, dus een pigmentvlekje, dan is het mooier als ik met een blendapparaat een dun laagje van de huid afhaal. En daarmee krijg je geen littekens. Dan heb ik bijvoorbeeld ook bloedblaartjes. Die kan ik ook met het blendapparaat kan ik die wegbranden. Ja. Daar zie je helemaal niks meer van. Ook niet meer waar ze gezeten hebben. Dat is natuurlijk prachtig. Er blijft niks achter. Ja. En ja, ik wil er iets meer kunnen. En daar heb ik ook nog een flitsapparaat erbij gekocht. Waarbij... En dat is deze? Ja, dit dat mooie is dit apparaat. Apparaat. Ja. En daarmee kan ik bijvoorbeeld ook pigmentvlekjes, de oppervlakkige, op bijvoorbeeld handen. Die kan ik dan wegflitsen. Of een lichte vlekje, die kan ik dan ook wegflitsen in het gezicht. Ik kan de oppervlakkige adertjes, dus de roodheid in de huid, daar kan ik ook wegflitsen. Dat gaat dan weer niet met mijn blendapparaat, maar wel met dit. Maar natuurlijk ook ontharen. Ja, oh ja, tuurlijk. Bikinilijn, benen, oksels. Ideaal, toch? Ja. En is het, moet ik even aan denken, dan is het pijnlijk? Je voelt een korte flits. En dat is alsof er een elastiekje tegen je hand aangeschoten wordt. Of net waar ik mee bezig ben. En... dan voel je het een beetje branden. Mm-hmm. En die brand die verdwijnt meestal binnen 10 minuten. Oh. En dan voel je er helemaal niks meer van. En het elastiekje valt eigenlijk ook wel mee. Ja, ja. Als je weet waarvoor je doet en het resultaat precies, dan ben je helemaal blij. Nou, dankjewel dat je me dit allemaal wilde vertellen. Graag gedaan.